iets minder gaat wanneer dat je voelt dat je in het balbezit niet fris bent, niet fris genoeg, dat je te weinig diepte in het spel hebt en een goede tegenstander die goede druk heeft op de bal. Ja, dan moet je proberen op andere facetten te overleven en dat was vandaag niet het geval. En dan heb je denk ik een wedstrijd van 95 minuten of 90 minuten de leidersweg en daar ben je volledig door het ijs gezakt als team. En daar proberen we denk ik het positieve uit te halen. Dus dat je weet waar je woensdag weer maar moet gaan beginnen. Dat is denk ik organisatie, blokvorming. Je werk doen als je balverlies hebt. En terug aan de basis aanknopen. En het was vandaag denk ik heel duidelijk. En dat is denk ik het positieve. Goed, dank u wel Peter Maas. Ja, Yves Van Ragen, ik denk dat ik in naam van alle KVO-supporters spreek, maar het was genieten geblazen vandaag. Hè? Voor jou ook op de bank, neem ik aan. Jawel, maar toch, zoals Peter zei, was het in het begin van de wedstrijd toch even opletten. Ze hadden een goede circulatie van de bal en ze hebben toch heel veel kwaliteit offensief. Dan moesten we toch alle hens aan dek verstandig proberen mee om te gaan. Want je weet altijd met een individuele actie dat er een holletje in de lucht hangt. En maar toch denk ik dat we het dan wel overgenomen hebben. En er waren ook direct twee mooie kansen op een tegenaanval. En dan, eenmaal je dan op voorsprong komt, wordt het allemaal iets gemakkelijker. Toch vond ik dat we het laatste kwartier van de eerste helft weer een klein beetje achterover leunden. En wat mij betreft was de vrije trap, juist voor de time eigenlijk, heel belangrijk dat die niet inging. En ik denk dat we daar onze overtuiging gehaald hebben om verder te gaan op ons elan. En dat mentaal bij Henk de veer een klein beetje gebroken was. En dan schitterende tweede helft met heel met het orgelpunt eigenlijk, de derde goal. Ik denk dat de uiterste vorm van collectiviteit was. Hoeveel maal ze toch nog de bal opzij legden naar iemand die er beter voor stond. Dus applaus voor mijn spelers dan. En ik vind het toch wel een prestatie waar we fier mogen op zijn. Racing Henk is zeker niet de minste ploeg. Ze overwinteren ook Europees, dus we mogen wel enorm fier zijn. En vooral dat we dan momenteel die ploeg een klein beetje achteruit duwen. We staan op 7 punten. Maar dat was ook nodig, omdat we met ons kalender voor ons toch heel wat moeilijke verplaatsingen hebben naar Club Brugge, naar Gent. En dan nog een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, die op de counter ook altijd heel gevaarlijk is. Dus het was wel nodig dat we vandaag de 3 punten pakten. Je haalt het derde doelpunt inderdaad aan. Ik kreeg een sms eigenlijk na de wedstrijd van een supporter die hier al heel lang zit. Dit is het mooiste doelpunt dat ik ooit in Oostende gezien heb. Geldt dat voor jou ook? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Absoluut. Ik denk dat er vele supporters bij ons misschien vooral het doelpunt van El Ganassi ook in dachten zijn, omdat je dan uiteindelijk een keer thuis wint tegen Club Brugge. Maar deze, waar er toch een vijftal spelers in betrokken waren, gaat er toch los over, denk ik. 6 doelpunten is natuurlijk spraakmakend, maar ook tweede keer op rij de 0. Dat is ook niet onbelangrijk. Hè? We komen op 4 van de 16, dus 2 keer na elkaar Didier Ovono. Dus dat is zeker goed voor de verdediging, voor het vertrouwen van de ploeg. Ook een race om doelpunten te maken. Daarmee put je toch wel vertrouwen voor de toekomst. En komt het er nu op aan om woensdag zeker Tubize niet te onderschatten in die beker? Nee, helemaal niet. Het is een heel stugge ploeg. Enorm agressief ook. En we gaan er moeten we klaar voor zijn. Want als je denkt dat je tic-tac daar los gaat overgaan, dan kent je het voetbal niet. Die gaan nog meer verbeterheid voor de dag leggen. En we hopen deze clip ook te omzeilen eigenlijk en dat we kunnen verder gaan in de beker, omdat we momenteel wel gewapend zijn om op 2 fronten te knokken. Ik denk dat er wel andere, zoals Adem Maricic wordt ook genoemd, die was niet alleen verdedigend superieur tegenover Thomas Buffel, die heel belangrijk is voor Henk, maar ook aanvallend heeft hij toch heel wat splijtende dribbles gedaan en hij was omnipresent, hij heeft wel last aan de rug op het laatste. Maar Frank zit in een hele goede vorm en ik denk dat we nu eigenlijk de beste periode beleven van Frank Berrier in Oostende. En sedert dat hij hier gearriveerd heeft, heeft hij week na week
nu de kwaliteit, het rendement, die die ploeg ook beter maakt. En ja, dat zie je nu in onze resultaten. En dat zie je ook in zijn statistieken. Want ik denk dat we nog nooit een Frank Beret gehad hebben die 4 of 5 goals gemaakt heeft op een jaar. En nu zit hij er al aan. Dus